We staan hier bij een van de vroegst gedateerde werken van Frans Hals, zijn vroegste grote schutterstuk uit 1616. En die schutterstukken van Frans Hals die waren in de 17e eeuw zijn beroemdste werken en die zijn dat nog steeds. En die gebruiken we als eikpunt bij nieuw onderzoek. We zijn momenteel met twee grote projecten bezig. We zijn over de hele wereld verschillende schilderijen van hem aan het onderzoeken. Met uiteenlopende technieken, waaronder infrarood. We doen loodisotopenanalyse en we kijken ook met röntgenfluorescentiescans. Het is een techniek waarbij je onderzoekt welke chemische elementen in het schilderij te vinden zijn. We staan hier bij de Macro XRF scanner. Wat de scanner doet is heel langzaam heel veel puntmetingen doen. En dan krijg je een hele precieze afdruk van ja, waar welk element wordt gemeten. Verf zat in de 17e eeuw nog niet in een tube. Dat werd met de hand gemaakt. En dan ging je verf wrijven met olie. En elke kleur, daar zit dan weer een specifiek chemisch element in wat je kunt herkennen. En dat geeft allemaal een ander beeld. En die kun je weer over elkaar heen gaan leggen. Dus van elk element wat gemeten is, krijg je een registratie, zeg maar. Het onderzoek doe ik uiteraard niet alleen. Er is een hele grote groep experts en er zijn verschillende musea en universiteiten bij betrokken. Nu we eenmaal de data hebben verzameld, ben ik vooral heel intensief aan het samenwerken met Rob Erdman. Die ook voor het Rijksmuseum werkt. I think it may be nice to start with the earliest militia group portrait today. Okay. This particular figure, Captain Johan Laurens and his hands. Wat hij doet en wat heel bijzonder is, is dat hij alle data die we hebben verzameld met de computer kan samenvoegen en kan zorgen dat hij makkelijker analyseerbaar wordt. Infrared reflectography would be interesting and the macro XRF. I design a number of different algorithms from beginning to end. That's both how to collect the data, how to process it at a very low level to fuse it together and align it, and then making new technologies for visualizations. It's broadly what people call it is the curtain viewer, and it's just a way, an internet-based technology to help us to make comparisons, very careful comparisons between images. And this can mean different kinds of images of a painting, such as an X-ray or an element map or an infrared. Behind the scenes, the really hard work is processing all the images and making them so that they're stitched without seams and that every image is aligned within less than one pixel of error. Pupils are easy waypoints. Waardoor je wat je met het blote oog aan het oppervlak ziet, meteen kan relateren aan wat je op die plek in een röntgenfoto, in een chemische analyse van die plek kan zien. It's funny, this is one of those changes that we hadn't noticed at all before from studying all these different maps. Wat interessant is voor ons is dat we dankzij die nieuwe technieken nu veel beter beginnen te begrijpen hoe Hals zijn werken opzetten. Maar ook waar die af en toe van gedachten veranderde. De derde persoon van links is een kapitein die heeft zijn hand op zijn hart en maakt een spreekgebaar. We wisten dankzij een röntgenfoto dat het ooit anders is geweest. In het midden zien we een detail van het schilderij met de kapitein en het gebaar wat hij maakt met één hand op de sjerp en één hand in een spreekgebaar. Voordat we met de macro-röntgenfluorescentiescanner onderzoek zijn gaan doen, was de enige andere bron van informatie wat we linksboven zien, de röntgenfoto van het schilderij. En daarop is duidelijk nog een extra hand te zien, die hier niet in de definitieve versie te zien is. Dus lang was de theorie dat deze heer oorspronkelijk beide handen op de borst zou hebben. Dit is de hand die eerst deels over de sjerp ging. Dus die een eerste opzet in de vermiljoen, kun je hem zien. En hier, dit is de röntgenfoto. Daar zie je hem eigenlijk nog bijna het scherpst.
dit is natuurlijk best een vreemde pose voor een heer. En dat is ook niet wat het geweest is. En dat kunnen we waarschijnlijk het beste hier. Dit is de kaart van waar IJzer zit. En daarin zie je dat heel duidelijk dat deze hand eerder omhoog wees. Dus oorspronkelijk had hij zijn rechterhand op zijn hart. En maakte hij met zijn linker een spreekgebaar. En dat gebaar is in het geheel omgedraaid. Kijk, hier zie je hem. Daar zie je hem heel helder. En als je eenmaal weet dat hij er zit en je gaat dan weer terug naar die röntgen, dan zie je hem toch heel voorzichtig in die röntgen ook wel. Het is bijna alsof je met hem mee kan kijken tijdens het maakproces. Alsof je beter begint te begrijpen wat voor keuzes hij maakte. Er is enorm veel wat we momenteel kunnen leren. Er is ontzettend veel nieuwe informatie die boven water komt. En dat gaat een enorme vlucht kunnen nemen in de komende jaren.